Sport is voor alle jonge gasten die durf hebben, die van de zee houden van water en die hun grenzen willen verleggen. In het begin dacht ik dat dat niet echt iets voor mij ging zijn, maar nu dat ik het even doe, ik vind het super tof. Ja. Ik heb zeesport gekozen omdat dat echt een leuke richting is. En ja, je hebt zo 4 uur zeesport in de week en dat is echt een leuke ervaring. Je leert superveel bij. Ik ben van Antwerpen en ik zit hier in de Marlandschool in Blankenberge op school omdat ik mijn passie van surfen wil vervolgen. Ik zit daarom op internaat in Knokken, zodat ik elke dag hier naar school kan gaan. De richting zeesport bestaat in, zowel in een ISO-richting als een TSO-richting. In de ISO-richting bieden wij 4 uur zeesport aan en in de TSO-richting bieden wij 6 uur zeesport aan per week. Alle watersporten komen aan bod. In de winter houden we dan eigenlijk meer uitdagender ook naar de initiaties toe. Doen we schoonspringen, doen we onderwaterhockey, doen we duiken. Allee, te gek om los te lopen, het komt er al aan de pas. We zijn 5 jaar geleden gestart met richting zeesport om onze richting sportwetenschappen te dynamiseren. Met succes. We hebben vandaag 40 leerlingen in onze richting zeesport. We zijn een stad aan de kust, dus eigenlijk lag het echt voor de hand dat we de zee als sportterrein gingen uitbouwen. En dat is gelukt.